En in Turkije is de noodtoestand opnieuw met 3 maanden verlengd. Dit nadat Erdogan zondag het referendum won. Ik ga het erover hebben met veiligheidsdeskundige Diewertje Kuipers en diplomatiedeskundige Robert van der Roer. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie hier zijn op deze vroege ochtend. Robert, Erdogan en Trump hebben met elkaar gebeld. Ja. Trump heeft Erdogan gebeld om te feliciteren. Ja. Hoe is zo'n gesprek gegaan volgens jou? Een van de weinige westerse leiders heeft hem gefeliciteerd. En dat doet Trump natuurlijk om de Turken aan boord te houden binnen de NAVO. En ook in Syrië. Maar het was wel een eenzame felicitatie. Hè? Want de Europese Unie heeft zeer kritisch gereageerd. Ja. Dus ik denk dat Erdogan blij was met dit telefoontje. Maar het ziet er niet best uit. Hè? Als je kijkt wat er... het was een hakken over de sloot uitslag. Dat betekent dat het land verdeeld is. En dan moet je dus een verzoenende toon aanslaan. En dat is wat we niet gezien hebben. Weer de doodstraf. Weer kritiek op Europa. De OVSE, die kritisch gerapporteerd heeft over die verkiezingen. Dat rapport wordt bij het oud vuil gezet. Kan allemaal gebeuren. Ja, en over die